you're going from here to here. Yes. Like, and the difference between the first segment is the bowing is going like this. Quick. Quick. And then you move gradually to slow. And you stay here until there's no no interruption to them. You stay here. Ik probeer gewoon een balans te vinden tussen improvisatie en compositie. Maar natuurlijk, improvisatie zelf is moeilijk te definiëren. Dus laten we zeggen gewoon dat de focus vooral in dit project op compositie ligt eigenlijk. En improvisatie te gebruiken als een compositiemanier. Ik denk gewoon een cue dat zij weet dat ze gaat stoppen. Moet stoppen. Ja. Mijn inspiratie komt eigenlijk meer uit spelstructuren, gaming of zo, waarin dat je bepaalde richtlijnen hebt van je moogt wel naar daar, maar alleen als je dat gedaan hebt, of je moogt naar daar als je dat, of je wacht op die persoon, je geeft een cue als die dat doet. En er is één stuk bij, onder andere voor twee percussionisten, en dat is eigenlijk echt een spel. De ene beslist wanneer de andere iets mag doen. En ja, het is eigenlijk een soort van strategie of zo. En dat geeft een bepaalde vrijheid en is strikt tegelijkertijd. De bezetting heeft vooral te maken met dat ik bij het schrijven van de muziek voor een vorig project eigenlijk andere instrumenten begon te horen. Het vorig project was een meer klassieker trio met gitaar, drum, basgitaar. En ja, ik wou strijkers omdat langere of noten langer aanhouden. En vandaar kwam het idee, hè? Dus met de strijkers vooral. En dan dacht ik van misschien ook, dacht ik meer in register, dus hogere, lagere. Ik heb me heel goed proberen voorbereiden, tot bijna in de uiterste details. Omdat ik weet van, ook een vorig project, als er vragen komen, het is goed om te weten wat je wilt. Ik had ook een interview gezien met Arnold Schwarzenegger over de Terminator films. En dat de regisseur James Cameron echt bijna een tiran was. Maar dan zegt Schwarzenegger uiteraard van ja, het is beter om iemand te hebben die echt weet wat hem wil dan iemand die gewoon zo'n beetje whatever doet. En ook al is iedereen ouder en professioneel enzovoort, veel ervaring, je moet ze echt vasthouden en motiveren en inspireren en overtuigen van je muziek eigenlijk.